Gegroet dames en heren en welkom op de 11e videosessie over de geschiedenis van de sinologie aan de hand van boeken die zich bij ons in de bibliotheek van de Vereniging België-China bevinden. In onze collectie ontdekte ik een zeer versleten boek van de Vlaamse auteur Stijn Streuvels, getiteld Levenswijsheid uit China, dat in 1928 gepubliceerd werd door uitgeverij Vermout in Kortrijk. Stijn Streuvels, die in onze letterkunde vooral bekend is voor zijn naturalistische novellen, wordt doorgaans niet in verband gebracht met de academische studie van China. Maar omdat dit boek de eerste en enige Nederlandse vertaling is van de beroemde Chinese meesternovellen van Frans Koen uit 1926, leek het ons toch belangrijk om hier een videosessie aan te wijden. Frans Koen was een befaamde Duitse sinoloog die leefde van 1884 tot 1961. Hij was de zoon van de burgemeester van de stad Frankenberg in Sachsen, die na zijn middelbare school rechten ging studeren aan de universiteiten van Leipzig en Berlijn. Tijdens zijn verblijf aan die laatst vernoemde universiteit zou Frans Koen een passie voor China ontwikkelen en er een opleiding Chinees volgen aan het Seminar für Orientalische Sprachen. Van 1909 tot 1912 was Frans Koen als tolk verbonden aan de Duitse gezantschappen in Beijing en Harbin. In 1912 verliet Koen de diplomatieke dienst om van 1913 tot 1919 zijn sinologische studies verder te zetten aan de Universiteit van Berlijn. Na zijn afstuderen begon Koen zich voltijds toe te leggen op professioneel vertalingswerk, wat in de twintiger en dertiger jaren resulteerde in de vertalingen van een tiental klassieke Chinese werken, zoals de Qingping Mei, een erotische roman uit 1610. De vertaling van dit laatst vernoemde werk zou in 1930 verschijnen onder de veelbelovende titel Qingping Mei, die abenteuerliche Geschichte van Simon und seinen sechs Frauen, of Qingping Mei, het avontuurlijk verhaal over Simon en zijn zes vrouwen. Deze gewaagde publicatie zou van Koen een succesvol auteur maken, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog zou het naziregime hem wel als pornograaf brandmerken en hem dwingen zijn activiteiten stil te leggen. Tot overmaat van een ramp zou een paar jaar later een groot deel van zijn persoonlijke bibliotheek in de vlammen opgaan tijdens de bombardementen van de geallieerden. In de jaren 50 ging Koen weer volop aan de slag, wat terug resulteerde in een tiental publicaties, waaronder de vertaling van de Roputuan, een erotische roman uit 1693. Ook dit werk, dat verscheen in 1959 onder de titel Roputuan, ein erotischer Roman aus der Ming-Zeit, of Roputuan, een erotische roman uit de Ming-dynastie, zou Koen in aanvaring brengen met de censuur. In 1961 overleed de auteur tenslotte aan een hartaanval tijdens een bioscoopbezoek in Freiburg im Breisgau. Frans Koens Chinese meesternovellen, dat verscheen in 1926 en waarvan Stijn Streuvel dus in 1928 een vertaling maakte, bevindt zich eveneens bij ons in de bibliotheek. Jammer genoeg gaat het hier niet om een eerste druk, maar een herdruk die in 1950 verscheen bij Insel Verlag in Leipzig. Het werk bestaat uit drie verhalen getiteld Die Frau ohne Lachen, door Streuvels vertaald als De Vrouw die niet lachen wou, Das geheimnisvolle Bild, door Streuvels vertaald als De geheimzinnige beeldenis, en Die Tochter des Bettlerkönigs, door Streuvels vertaald als De Dochter van den Bedelaarskoning. Het eerste verhaal is afkomstig uit de Tung Zhou Lie Guo Zhe, of de Chronieken van de Koninkrijken van de Oostelijke Zhou, dat toegeschreven wordt aan de 17e eeuwse schrijver Feng Menglong. Omdat we beperkt zijn in tijd, zullen we dit verhaal tijdens deze sessie niet behandelen. We zullen ons enkel beperken tot de twee volgende verhalen die afkomstig zijn uit de Qing Ku Qi Quan. De Qing Ku Qi Quan, of Oude en Nieuwe Wonderen, is, zoals u zich wellicht nog herinnert uit onze videosessie over Angelo Zottoli, een anonieme antologie van 40 verhalen die vermoedelijk ergens voor 1644 gepubliceerd werd. Das geheimnisvolle Bild, of de geheimzinnige beeltenis, is de vertaling van het 36e verhaal uit die antologie en is eigenlijk getiteld Teng Tai Yin Kui Tuan Tia Si, of in het Nederlands vertaald
hoe Teng Taiyin door middel van een geest een erfeniskwestie oplost. Kun vond Das geheimnisvolle Bild blijkbaar een betere titel. Het verhaal, dat het thema van de filiale piëteit behandelt, speelt zich af in de 15e eeuw tijdens de regeringsperiode van keizer Yongle. De geschiedenis vindt plaats in het district Xiange van de prefectuur Shuntian, waar een rijke oude man leeft, Ni Shouqian genaamd. Ni Shouqian heeft een zoon, Shanqi, die stiekem hoopt dat zijn vader snel zal komen te overlijden, zodat hij van de erfenis kan genieten. Groot is de teleurstelling echter wanneer zijn oude vader verliefd wordt op een piepjonge vrouw, Mei genaamd, vervolgens met haar trouwt en er zelfs een zoon, Shanshu, bij verwekt. Net voor zijn overlijden schrijft de oude man een testament waarin te lezen staat dat zijn oudste zoon recht heeft op de volledige erfenis, maar hij laat hem wel beloven dat hij goed zorg moet dragen voor zijn stiefmoeder en zijn jongere broer. Het enige wat de ouderling aan zijn jonge vrouw nalaat is een opgerold schilderij in een verzegelde doos. De jonge vrouw is natuurlijk niet gelukkig met deze schikking en zij vreest dat zij en haar zoon een vreselijk lot te wachten staat na het overlijden van haar man. De ouderling laat zich echter niet overtuigen door deze jammerklacht en bezweert haar het schilderij goed te verstoppen en het enkel in geval van nood te tonen aan een rechtschapen mandarijn die dan alles ten goede zal keren. Niet lang daarna sterft de grijsaard en zoals verwacht maakt de oudste zoon het leven van zijn jonge stiefmoeder en halfbroer tot een ware hel. Ten einde raad zendt de weduwe haar zoon met het opgerolde schilderij onder de arm op pad naar Teng Taiyin, de magistraat van het district. Teng Taiyin, naar wie verwezen wordt in de Chinese titel van het verhaal, heeft de reputatie niet alleen een wijs, maar ook een rechtvaardig man te zijn. Mandarijn Teng haalt het schilderij uit de doos en stelt vast dat het een levensecht portret is van de oude grijsaard. Door een toeval ontdekt hij echter ook een geheime boodschap waarop staat dat op het landgoed van de gestorven ouderling een zilverschat begraven ligt die bestemd is voor de jongste zoon. De magistraat gaat daarop op bezoek bij Shanqi en eens daar aangekomen veinst hij voor de ogen van zijn stom verbaasde gastheer een gesprek met de geest van de ouderling. Vervolgens geeft hij op basis van het schilderij dat hij onderzocht een nauwkeurige persoonsbeschrijving van de afgestorvene en toont hij precies aan waar de schat op het landgoed verborgen ligt. De verbouwereerde Shanqi kan niet anders dan dit fortuin aan zijn halfbroer overmaken. Het verhaal stopt met een beschrijving hoe de nazaten van Shanqi de familierijkdom verkwanselen en eindigen in armoede, terwijl de familietak van Shanshu floreert en verdere rijkdommen vergaart. De originele tekst eindigt als volgt en ik citeer: Li Zhong Fan Xiao Te Ni Jia Chi Shi Pen Mo De Wu Pu Yi Wei Tian Bao Yun. Frans Koen vertaalt dit als en ik citeer: Die mensen in der Umgegend aber, die die Geschichte der Familie nie von der Wurzel bis zum Gipfel miterlebt hatten, konnten nicht umhin, das Falten des Himmels darin zu erkennen, der noch in den Nachkommen die Schlechten straft und die Guten segnet. Of in het prachtige Vlaams van Stijn Streuvels, de mensen uit de streek echter, die de geschiedenis der familie nie van de wortel tot een top medegeleefd hadden, konden niet anders dan de beschikking des hemels daarin te erkennen, welke zelfs in de nakomelingen de bozen straft en de goeden zegent. Het derde verhaal is getiteld De dochter van de bedelaarskoning en is de vertaling van het 20e verhaal in de Qin Gu Qi Quan. De Chinese titel van dit verhaal luidt Qin Yunu Pang Ta Po Qing Lang of in het Nederlands Qin Yunu geeft een wispelturige knaap een aframmeling. Ook deze titel vond Frans Koen blijkbaar niet goed genoeg klinken. Het verhaal dat als thema's trouw, schuld en boete behandelt gaat als volgt. Een rijke bedelaarshoofdman uit Hangzhou, Qin Laota genaamd, heeft een beeldschone dochter, Yunu, die hij uithuwelijkt aan een arme, maar getalenteerde student. De student die de naam Mo Qi draagt, slaagt in de keizerlijke examens en wordt magistraat benoemd van de stad Wuwei-kun in de provincie Huaixi. Tijdens de boottocht naar zijn standplaats besluit Mo Qi zijn jonge echtgenote te vermoorden, omdat hij als heer van stand niet de rest van zijn leven gekluisterd wil blijven aan een bedelaarsdochter. Zo gezegd, zo gedaan.
Op een nacht duwt de jonge magistraat zijn echtgenote overboord en zet zijn reis zorgeloos verder. Wat hij echter niet weet, is dat zijn echtgenote een beetje verder stroomafwaarts gered wordt door de nieuwe provincie-gouverneur van Guaixi, de heer Xu Teho. De gouverneur, die diep onder de indruk is van het trieste wedervaren van de jonge vrouw, besluit haar daarop te adopteren als zijn eigen dochter. Eens op zijn standplaats aangekomen, maakt de gouverneur kennis met al zijn ondergeschikte magistraten, waaronder Mo Qi, die, ondanks zijn meedogenloosheid, met zijn geleerdheid toch een diepe indruk maakt. De gouverneur besluit om het jonge paar terug bij elkaar te brengen, maar wel niet zonder de jonge magistraat een lesje te leren. Een paar maanden later vraagt de gouverneur aan Mo Qi of hij bereid is met zijn dochter te huwen. De ambitieuze magistraat, die natuurlijk niet weet dat de gouverneursdochter in kwestie eigenlijk zijn vroegere echtgenote is, stemt hier natuurlijk mee in. Het huwelijk wordt voltrokken en de bruid, wiens gelaat onherkenbaar is onder de rode bruidssluier, wordt naar de slaapvertrekken gebracht waar het huwelijk geconsumeerd zal worden. Groot is echter de verbijstering wanneer de magistraat ontdekt dat zijn bruid zijn doodgewaande echtgenote is, en nog pijnlijker wordt het wanneer, en ik citeer, Tsai kwa jin fang men, hu ren liang bian men zi li zou zu, qi pa ge lao yu ya huan, yi ge ge shou zi li zu xi bang, ba sha mao do ta tuo le, jian bei shang ban ru yu xia. Wat Koen vertaalt als, en ik citeer, Kaum hatte Mo Qi den Fuß über die Schwelle des brautlichen Gemaches gesetzt, da sah er sich von einem halben Dutzend stämmiger Mägde umringt, die mit Bambusknüppeln leichten und schweren Kalibers bewaffnet einen wahren Hagelschauer vom Hieben auf ihn niederprasseln ließen. Streuvels geeft het weer als, en ik citeer, nauwelijks had Mo Qi den voet over den drempel der bruidskamer gezet, of hij zag zich door een half dozijn flink gebouwde meiden omringd, die met bamboeknuppelen van licht en zwaar kaliber gewapend een ware hagelbui van slagen op hem lieten neerplassen. Na deze afranseling komt de jonge, berouwvolle magistraat tot inkeer. En dankzij de interventie van de gouverneur krijgt hij vergiffenis van zijn echtgenote. In de Chinese originele tekst staat er Mo Qi Zhang de Mian Pi Hong Zi. 只是离席谢罪,此次莫姬与玉奴夫妇和好,比千家倍. Wat Koen vrij vertaalt als, en ik citeer, Er war für immer von seinem Dünkel geheilt, und am Abend schlossen sich zwei wiedervereinte Gatten verzeund in die Arme. Wat Streuvels vertaalt als, en ik citeer, Hij was voor immer van zijn laatdunkendheid genezen. En dezelfde avond sloten twee wederverenigde echtgenoten verzoend elkander in de armen. Zoals u kan horen streefde Frans Koen, net als de door ons eerder besproken Arthur Whaley, naar een vertaling van hoog letterkundig gehalte. Een letterlijke vertaling werd slechts beschouwd als een beginfase in het vertaalproces. Het uiteindelijke doel was de creatie van een evenwaardige literaire verwoording die aansloot op de Duitse cultuur. Net als Arthur Whaley wist Koen een stijl te ontwikkelen die paste bij zijn onderwerp en die hem heel populair bij zijn lezers maakte. Waarom koos Stijn Streuvels voor een vertaling van Frans Koen? Het is geweten dat Streuvels al heel vroeg een interesse had voor de Oriënt en dat zijn persoonlijke bibliotheek nogal wat boeken over China telde. Er was ook zeker een commercieel aspect aan het vertalingswerk verbonden. In de periode tussen de twee wereldoorlogen was er in het Nederlands taalgebied een romantisch beeld ontstaan over China. Zo verscheen in Vlaanderen in 1919 de Jade Fluit van Gaston Bursens en Oosterse Lyriek van A.W. Graus. Ook in Nederland was China een dankbaar thema. Tussen 1927 en 1930 publiceerde Johan Willem Schotman de trilogie Het vermolmde Boeddha-beeld, een reis naar de verborgenheden ener vreemde werkelijkheid, waarin de auteur zich rekenschap geeft van zijn jarenlang verblijf in China als geneesheer. China komt ook aan bod in het werk van de scheepsarts Jan Jacob Slauwerhof. We denken dan aan zijn dichtbundel Jung Poo Tsung uit 1930 en zijn roman Het leven op aarde uit 1934.
Zoals wij zagen in onze vorige videosessies, zorgden professionele sinologen zoals Henri Maspero, Richard Wilhelm en Arthur Whaley in de jaren 20 voor een verspreiding van kennis over China bij het bredere publiek in Europa. Dit in tegenstelling tot de missionarische sinologie van de paters Leon Wieger, Pascal Delia en Angelo Zottoli, die schreven voor een select publiek van religieuzen. Dankzij hun grotere bereik hadden professionele sinologen ook een impact op kunstenaars, schrijvers en dichters die in China een vluchtmogelijkheid zagen uit de westerse realiteit. Tegelijkertijd bood het Rijk van het Midden ook een manier om die werkelijkheid langs een omweg te benaderen, namelijk als een projectie voor eigen maatschappijkritiek, onvrede, angst en gemis. Misschien moeten we Levenswijsheid uit China van Stijn Streuvels dan ook in die context situeren. Goed, dames en heren, tot zover onze videosessie. Collega Cynthia De Bruyker en ikzelf danken u voor uw aandacht en wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op de Vereniging België-China.